Hallo lieve vrienden van isosnel.nl. Nou, het is vandaag hartstikke mooi weer. Het is 17 oktober van het jaar 2009. Waarom noem ik die datum nou zo expliciet? Nou, dat komt omdat wij bezig zijn met de wereldtijdpadtocht, wandeltocht. En dan zul je je afvragen, wereldtijdpadwandeltocht, wat is dat nou weer? Nou, ze hebben in de gemeente Rijsseholte een pad aangelegd van 50 kilometer. En in die 50 kilometer hebben ze paaltjes neergezet. Nou loop ik er toevallig even langs eentje. Kijk, deze. Hier. Nou, dat is een paal met een kubus eraan. En op die kubus, daar staat dan iets op van Europa, van Nederland en van de regio. Nou, om de 100 palen staat er een hele grote paal. Door de tijd heen. Als ik nou op het paaltje links kijk, dan zitten we bijvoorbeeld nu in het jaar 1632. Tenminste, dat staat op dat paaltje daar. Nou, en zo lopen we door. Zometeen gaan we daar ginds, verderop, kijk, daar. Daar. Gaan we de Holterberg in. En dat is de laatste lus. We zitten nu in lus nummer 8. Nog één lus te gaan hierna. En dan hebben Ina en ik het wereldtijdpad gelopen. Een leuke wandeling. En ik kan jullie zeggen, de moeite waard om het ook eens te doen. Alle paaltjes kun je niet bekijken, want dan heb je wel zoveel tijd nodig. Maar het is en blijft een leuke wandeling. Nou, dit was hem weer. Uw razende reporter van nietzosnel.nl. En vandaag, ach natuurlijk, komen we er ook wel. Groetjes!